Dit is Pelles, een laadverwerkingsras geschikt voor de vriendindustrie met een hoog knolaantal en een hoog droge stofgehalte. Pelles is midden laat tot laat. Dat kun je ook zien hier op het proefveld. De plant is nu aan het afrijpen. Dit ras heeft ovaal tot ovaal lange knollen met een hele mooie uniforme sortering. De schilkleur van Pelles is geel en de vleeskleur is lichtgeel. Pelles heeft een onderwatergewicht van rond de 430 gram. Dit in combinatie met een lage verzuikering maakt het ras perfect geschikt voor de verwerking tot friet. Pelles is sterk op eivirus en redelijk sterk op schurft. Daarnaast komen in Pelles weinig inwendige gebreken voor. De toekomst voor de jonge ras Pelles ligt voornamelijk bij de frietindustrie. Naast West-Europa gaan we ook introduceren in andere landen waar de industrie actief is. Te denken valt hier over zee, maar ook in licentielanden. We adviseren telers om niet te veel stikstof mee te geven in het seizoen. Pelles moet namelijk goed afgerijpt worden voordat de loofdoding kan plaatsvinden. Dit zorgt voor een beter bewaarbaar product. Pelles past uitstekend in het frietportfolio van Agrico vanwege zijn hoge opbrengst, zijn hoog knolaantal en zijn hoog onderwatergewicht.